Het komt op tv, hè? Een hele dikke SO met Tima Jackson gaat hem een panna geven. Breda Nu. Je weet het meteen. Op de Cruijffcourt in de Haagse Beemden vond op 10 april de stadsfinale plaats van de Cruijffcourts kampioenschappen. De winnaars mogen het nog hoger opzoeken tijdens de landelijke finale in Nijmegen. Kunt u misschien wat meer vertellen over wat er vandaag aan de hand is? Ja, nou, we zijn de laatste weken bezig met de Cruijffcourt kampioenschappen. De Cruijffcourts die zijn gelegd door de Johan Cruijff Foundation van Johan Cruijff. En die hebben 2 in Breda. En door heel Nederland worden dan Cruijffcourt kampioenschappen gehouden. Dat is voor kinderen uit groep 7 en 8, jongens en meiden. En die gaan eigenlijk vanuit hun eigen stad spelen richting een landelijke finale. En die finale is dit jaar in Nijmegen. En wij in Breda organiseren dus de voorrondes. En we hebben de jongensteams hebben in 4 wijken een voorronde gespeeld. En van alle wijken hebben we de 2 beste teams. En die zijn vandaag de stadsfinale aan het spelen. Dus de 2 beste teams van vandaag zijn de beste teams van Breda. En die mogen naar de halve finale van Nederland. Zitten jullie allemaal hetzelfde team vandaag? Ja. Ja. Sowieso. Ja. Gaan jullie vandaag, hebben jullie al gespeeld vandaag of nog niet? Nee, we moeten gaan. Ja, hoe schatten jullie je kansen in? Gaan jullie winnen? Ja. Ja? Zijn jullie de beste? Ja, beste. Ja, wij zijn een organisatie, wij stimuleren sport en bewegen en vrijwilligerswerk. Wij zijn van het gedeelte sport en bewegen. We doen dat op school, maar ook buitenschooltijd in de wijksport. En ik ben dan een wijksportcoach, dus ik doe eigenlijk als kinderen niet naar school gaan. Dus buitenschooltijd in de avonduren en in de middaguren organiseer ik sportactiviteiten voor de kinderen en voor de jeugd in de wijken van Breda. En naast die structurele activiteiten die ik elke week doe, zijn dingen zoals kruidkampioenschappen, zijn projecten die af en toe voorbij komen en die ik dan organiseer. Hoe schat jij je kansen? Gaan jullie winnen? Ja, sowieso. Eerste plek. Eerste plek. Waar speel je zelf? Welke positie? Middenveld en spits. En welke positie speel jij? Spits. En jij? Middenveld. Top. Maar jij gaat scoren vandaag? 3. 3? Ja? Ik ga de 2 scoren. Maar ga jij die balletjes geven voor hem? Ja, sowieso. Ja, je moet hem wel helpen, hè? Ja? Ja, jij de lange balletjes. Ja. Nou, wij voetbal is de grootste sport in Nederland. Het is ook veruit de meest populaire sport, ook zeker onder de kinderen, onder de jeugd. En wij merken ook zeker met onze wijksportactiviteiten dat voetbal gewoon de meeste jeugd aantrekt, zeg maar. En wij hebben liever 30 kinderen in de zaal dan natuurlijk maar 5 kinderen in de zaal als we allemaal andere dingen gaan doen. Dus ja, we doen af en toe ook wel basketballen, boksen, trefbal, allemaal van dat soort dingen. Maar voetbal is altijd iets wat terugkomt. Wat vind jij nou eigenlijk zo leuk aan voetbal? Nou, de spanning die er is. Je kan verliezen, je kan ook gelijk spelen. Ja, winnen is natuurlijk het leukste, maar ja, ik moet mijn leven met een verlies of gelijk. Kun je een beetje tegen je verlies? Ja hoor, maar ja, als het onnodig is, weet je wel, dat is niet echt leuk. Dit jaar staat de regel respect voor elkaar centraal. Waarom hebben jullie specifiek voor deze regel gekozen dit jaar? Nou, respect voor elkaar is sowieso de belangrijkste regel van de 14 regels van Johan Cruijff. En die staat elk jaar centraal. Wij vinden naast alle regels die belangrijk zijn natuurlijk, vinden we respect. Dat is zo breed. Maar als iedereen respect heeft voor elkaar, dan loopt het toernooi vanzelf en dan is het ook prettig voor iedereen mee te doen. Het komt op tv, hè? Een hele dikke SO met Tima Jackson gaat hem een panna geven. Okay. Ben je klaar voor? Ja. Niet kijken naar de bal. Welke kleur heeft de bal? Zwart, maar met rood. Breda Nu. Je weet het meteen.